In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Ja, waarlijk verrezen. Maar zo eenvoudig is het niet. Eer dat wij werkelijk in die ervaring kunnen staan van de aanwezige Christus juist over de dood heen, dat neemt tijd. Wij moeten dat als het ware leren. Laten we bidden dat de levende Heer ook in ons midden kan zijn en dat we die ook werkelijk mogen ervaren en ontmoeten. Heer, ontferm u over ons. Wees ons genadig. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. En schenk ons uw heil. Mogen de almachtige God over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Thank you.
Laten wij bidden. Barmhartige en eeuwige God, ieder jaar brengt Gij in de viering van het Paasfeest het geloof van uw volk tot nieuw leven. Blijf alle uw genade schenken en laat hen de diepe zin verstaan van het water waardoor zij zijn gereinigd, van de geest in wie zij zijn herboren en van het bloed waardoor zij zijn verlost. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. De Heilige Geest, vullen onze harten en gedachten, opdat wij Gods woord in alle volheid kunnen verstaan. Uit de handelingen der apostelen. De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. En er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, ze bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus. En rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten, om aan de voeten van de apostelen neer te leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. Woord van de Heer. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de Verlosser is, is een kind van God. Welnu,
Wie de Vader lief heeft, bemint ook het kind. Willen wij God lief hebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods kinderen lief hebben. Dat is onze maatstaf. Gods beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden. En zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed. Jezus Christus. Woord van de Heer. De Heer zal bij u zijn. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede, zei u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede, zei u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." Na deze woorden blies hij over hen en hij zei: "Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, dan zijn ze niet vergeven." Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. En de andere leerlingen vertelden hem: "We hebben de Heer gezien." Maar hij antwoordde: "Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven." 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede, zij u." Vervolgens zei hij tot Thomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig." Toen riep Thomas uit: "Mijn Heer en mijn God." Toen zei Jezus tot hem: "Omdat gij mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan, welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. Tot zover de woorden uit het Evangelie. Alleluia.
In een tijd vol zorgen en onzekerheden komt ons het verhaal tegemoet van iemand die de dood overwint. Met als resultaat een bijna gedroomd beeld van de ideale mensengemeenschap. Hoe krijgt dat een plaats tussen aangetaste politiek, onderdrukking van de overal aanwezige strijd om vrijheid en oprechte democratie, bij zoveel protesten? Wie kun je vertrouwen? Wat kun je nog geloven? Het leven blijft ons op de proef stellen, eens te meer nu wij getest worden op ons geloof in de verrijzenis. Over nieuw leven hebben de leerlingen van Jezus zeker gedroomd. Misschien wel over een nieuw politiek leven in Palestina. Een nieuw leven voor de tempel. Jezus had er veel over gesproken. Maar veel van wat hij beloofd had, was er niet. Geen liefde, geen vrede, geen vreugde. Nee, ontreddering, stress, dat was er. Spreken over de Heer die zich toonde, de dood overwonnen hebbend, ongeloofwaardig, onwaarschijnlijk. Nuchtere zekerheid zou meer kunnen overtuigen. Maar waarvan dan? Heel plastisch wordt het twistgesprek tussen de leerlingen geschetst. Waar hebben we het nou precies over? Hoe kom je daarbij? Dat is toch onmogelijk? En kunstenaars als Caravaggio maken gretig gebruik van die heel plastische overtuigingen van ongelovigen. Kijk maar, dit zijn mijn wonden. Kijk hoe mijn zij open ligt. Steek er je hand in. Het voert tot het enige moment in het evangelie van Johannes waar Jezus mijn Heer en mijn God wordt genoemd. En vooral dat laatste. We zijn getuigen van het moeizame leerproces van het verwerken van een onbarmhartige dood tot het inzicht groeit, om niet te zeggen de ervaring, dat hun Heer, hun God, levend in hun midden is. De liefde, de vrede, de vreugde die er was tijdens zijn leven, bleven in hun midden overeind met grote overtuigingskracht. Het moet een schokkend gegeven geweest zijn. Wij voelen dat God zich openbaart aan ons, door ons en juist nu het erop aankomt. En als een lopend vuur gaat het dan rond, van groep naar groep, van gemeenschap naar gemeenschap, en het enthousiasme is aanstekelijk. We zijn sterker dan alles wat ons bedreigt, omdat we ons leven waarheid kunnen laten zijn in alle opzichten. Jezus brengt ons tot leven, wat ook onze omstandigheden zijn. Met die werkelijkheid moeten wij aan het werk. Thomas is niet alleen geschiedenis, Thomas is ook vandaag in ons net zo goed. En het is ook veel gevraagd om in dit verhaal vol overtuiging mee te gaan. Hebben we het paasfeest echt gevierd? Voelen we ons nu werkelijk anders? Nieuwe mensen word je niet zomaar vanzelf. Daar is Jezus zelf in zijn verschijnen duidelijk in. De verrezene is niemand anders dan de gekruisigde. Jezus kwam met water en bloed. Het water als symbool voor het leven en het bloed voor de dood. En zoveel is duidelijk, verrijzen wordt alleen werkelijkheid door lijden en dood. De leerlingen zijn er in hun verkondiging heel duidelijk over. Het geloof in de verrijzenis van Jezus is geen terugkeer van het lichaam van Jezus naar het aardse, laten we zeggen het lichamelijke leven. Johannes geeft uitdrukkelijk aan dat je er niet beter op wordt als je pas gaat geloven door wat je kunt zien en voelen en betasten. En als je Jezus wilt zien en voelen om tot geloof te komen, dan zijn het de wonden die hij toont waardoor je zou moeten gaan geloven.
Het geloof van de eerste generatie christenen is niet gegroeid op grond van uiterlijke tekenen. Het was de ervaring van een nieuwe onderlinge eenheid die belangrijk was voor de groei van het verrijzenisgeloof, voor de groei van het geloof in de levenskracht van Jezus. En toen ze zich gingen gedragen in de geest van Jezus, zagen ze in hun midden die eerste grote vruchten groeien van de geest: vreugde, vrede, liefde. En ze voelden hun toenadering tot elkaar als een resultaat van hun geloof. Niet bezitterigheid of hebzucht, maar openheid naar elkaar toe, vertrouwen, verbondenheid. Jezus leeft, ervaren de leerlingen, is met hen bezig, stuurt hen voort. En het evangelie verwoordt hun beleving: zoals de Vader mij zendt, zo zend ik u. En dat wordt ons toevertrouwd, daar worden wij op aangesproken. Geloven en liefhebben als antwoord op Jezus' opdracht. Deel uitmaken van Gods verhaal in ons kwetsbare leven. Mensen zijn van God. Kinderen zijn van Gods erfenis. De dynamiek in ons toelaten van de geest van Jezus, zijn evangelie, dat waarheid wordt door ons geloof. Mijn Heer en mijn God.
Laten we naderen tot onze God en hem onze voorbeden voorleggen. Christus, in wie we met Pasen bevrijd zijn van de vergankelijkheid en de dood, die ons herstelt in het kindschap van God, leer ons leven in uw geloof en uw werkelijkheid. U maakt ons tot gemeenschap. Laat dan gebeuren dat we onze gespletenheid en verdeeldheid herstellen. Verlos ons uit onze ikgerichtheid en vervreemding, zodat we leven geven aan uw schepping en elkaar. We bidden voor wie lijden onder verdeeldheid, onder oorlog, geweld, op de vlucht voor onrecht en verdrukking. En we bidden voor alle mensen in ons land die er als vreemdeling ellendig aan toe zijn, zoals de derde landers, dat zij geleid worden naar de plaats waar ze thuis zijn en welkom zijn. Laten wij bidden. Bidden wij voor uw kerk, geroepen tot een nieuw bestaan, uitgenodigd om arm te zijn, om nieuw perspectief en een geloof zoals dat van Thomas, dat wij uw wonden herkennen in het leed van anderen. Kom steeds in ons midden en bemoedig ons in onze twijfel. Laten wij bidden dat niemand die u aanroept teleurgesteld wordt. Laten wij bidden. Christus, wij bidden met u voor alle mensen die wij ontmoeten, dat zij ons raken door hun eenvoud, hun vertrouwen en kwetsbaarheid, en dat zij van ons nieuwe mensen mogen maken. We bidden voor onze geloofsgemeenschap, om sterkte, maatschappelijke tederheid die ons in staat stelt het recht voor alle mensen dichterbij te brengen. We bidden voor de pasgedoopten en voor wie ziek zijn, in het bijzonder voor Petra. Geef hen het leven, het ware leven. En voor wie gestorven zijn, bidden we dat zij in de volle werkelijkheid van Christus mogen zijn. We denken met name aan Piet de Wit en Dree Roggen. En in stilte leggen we onze persoonlijke vragen aan u voor. En het vertrouwen van de wereld, ook aan onszelf. Aan u. Laten wij bidden. Geef ons vrede die u ons toezegt. Laat vreugde heersen in ons midden om uw levende aanwezigheid. Maak ons sterk, opdat wij kunnen leven in uw geest. Dat vragen wij door Christus, onze Heer. Dat wij ook wereldse zaken moeten behartigen, dat weet u. We hope that you, our guests, feel at home in this celebration.
In this country, church and state are separate, and we rely on our regular worshippers and so on you, our visitors, for financial support. Your generous contribution helps to ensure the future of this basilica and its community. Broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, aanvaard de gaven van uw volk. Mogen alle die door de belijdenis van uw naam en door het doopsel tot nieuw leven zijn gekomen,
het eeuwige geluk bereiken door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen, maar vooral op deze dag die gij gemaakt hebt, bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht, hij die voor ons geworden is het lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is hij gestorven, voorgoed heeft hij de dood ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven. En u dit lied toejuichen zonder einde. Nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zon. Blijf dit doen om mij te gedenken. Kondigen wij het mysterie van het geloof. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met onze paus en onze bisschop en alle die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw geloof. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, op
opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Zalig zijn zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld. Van Christus.
Laten wij bidden. Heer, gij zijt midden onder ons gekomen in Jezus, uw verrezen Zoon. In het breken van het brood hebben we hem gelovig herkend. Wij vragen u, leer ons van dit geloof getuigen bij allen die met ons door het leven gaan. En vervul ons van uw vrede en uw vreugde. Door Christus onze Heer. Dat de ervaring van de nabijheid van de levende Heer in ons midden en dus in ieder van ons, ons tot een versterkt geloof mag leiden, opdat wij ook werkelijk in die vreugde en in dat visioen van die eeuwigheid kunnen leven. De Heer zij met u. Mogen de Heer u zegenen en behoeden. Mogen de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat naar u keren en u zijn vrede schenken. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.